vraag van de week. Ga eventjes terug naar het parcours van de Amstel Gold Race. Ja. Veel reacties van jullie. Het houdt de wielerfan, de Nederlandse wielerfan, niet verrassend erg bezig. Voor Nederlands enige klassieker. Nick, heb jij een aantal opties? Er zijn op Twitter meerdere reacties binnengekomen. Even kijken, onder meer van Bert van Dijk. Die zegt, hij zou het parcours op zijn kop gooien. Korter, krachtiger en moeilijker te organiseren voor ploegen. Maar wel herkenbaar. Hij heeft er een linkje bij geplakt. Die zou je eventueel, als je op de hashtag kijkt, kan je vinden. Volgens mij was dat ook de reactie onder het bericht dat hij had. Volgens mij dezelfde link. Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Maar grote uitleg, in ieder geval, dacht ik. In ieder geval een koers die korter, krachtiger en moeilijker te organiseren is. Dat wat dus een oplossing zou zijn. En er is nog een reactie van Rinka. Rinka 21671. Finish en route zoals vroeger in Meers. Daar lees ik meer reacties van. Ook onder ons artikel op de website. Oude finishes zoals in Meers of Maastricht dan. Die gewoon zeggen, haal het terug zoals het was. Waar Dekker nog won van Armstrong. Dat soort. Dus ja, toch die Kouwberg nog, de inhoud. Maar dan net zoals in de Ronde van Vlaanderen. Een soort 15 kilometer voor de finish. Dat het niet voor puntjes is van, we gaan hem boven en we hebben gewonnen. Maar dan moeten ze nog door. Maar ik denk dat dan iedere week, ieder jaar in een sprint gaat eindigen. Dan zou je dat kunnen krijgen. Ja. Dan zou je ook bijvoorbeeld een veredelde Milaan-San Remo kunnen krijgen. Waarin het net wel, net niet gaat worden. Maar Vlaanderen bijvoorbeeld heb je ook nog natuurlijk 15 kilometer vlak na afloop. En dat is toch het einde. En daar is de koers dan wel al opengebroken, zeg maar. Ja, maar er kan nog wel van alles. Er kan van alles nog gebeuren, dat klopt. En is die aanloop vaak al, wordt er meer oorlog gemaakt dan in de Amstel? Waar dat er ligt, misschien zijn er klimmetjes steiler. Ja, want nu vanaf minuut 1 was het een hele harde koers. En er natuurlijk ook al direct bergjes erin. Misschien is het idee om eerst eens 80 kilometer of 100 kilometer vlak verder Limburg in te trekken. Ik heb ook veel reacties gelezen van het begin. Danny Nelissen zei dat ook al direct. Ga eerst eens naar Roermond via de Maas en weer terug. Of drie landen. Dylan, wat zou jij... Wat staat jouw gevoel? Het is lastig. Kouwberg moet er natuurlijk in blijven. Want dat is toch wel gewoon een ding van de Amstel. Dus. Ja, het is lastig. Ik denk dat de renners zo gewaagd aan elkaar zijn. Dat het toch... Ja, het is echt... En Roubaix heb je natuurlijk dat er ook nog renners pech en zo krijgen. En dat is in deze koers toch weer anders. Ja. Dus ik denk dat ze zo aan elkaar gewaagd zijn. Dat het toch lastig is om echt een open koers te krijgen. Ja, Leo van Vliet die belde ik vandaag. En die zei dat ze in ieder geval ook even ernaar gaan kijken. Maar de... naar Maastricht terugleggen of naar Meersen, dat was niet echt een optie. En hij zei eigenlijk van, de afstand tussen Keutenberg en Kouwberg, nee, dat is te lang. Maar ja, die verkorten, dat wordt lastig. Dat gaat lastig. En maar het gebeurt niet bergop. Het gebeurt bovenop de laatste actie van Marke, et cetera. Die gingen allemaal op de vlakke gedeeltes gingen die weg. Dus wat hij zei is, wat Van Vliet ook zei, de renners maken gewoon een koers. Het is een beetje een dooddoener, maar je ziet natuurlijk ook vorige week Tom Boone op 120 kilometer van de finish in Roubaix openen. En je ziet ook in Ronde van Vlaanderen ze het zelf al heel vroeg doen, waarna alle renners vorige week winnen in Roubaix al supersnel een man tegen man gevecht wordt. Ja, en eigenlijk, het is niet alleen Amstel Gold Race, maar net als morgen Waalse Pijl. Ja. Ook precies hetzelfde. Het is met z'n allen naar die muren en op 1 kilometer begint het. Die hele mindset is al gewoon alleen maar gefocust op die laatste keer Kouwberg. Ja. Het is gewoon, misschien is dat ook wel verschil dat de renners, de heuvel, of de Waalse klassieke renners, meer aan elkaar gewaagd zijn dan bijvoorbeeld de renners die gespecialiseerd zijn in het kasseien rijden. Ja. Dat daar... Ja. Als we het ook Cancellara en Boone hebben, dat die zo sterk zijn, dat die ook daadwerkelijk het verschil kunnen maken. En dat het verschil in de top van de heuvelrennen, zeg maar, dat het niveau gewoon te dicht bij elkaar ligt. Jury die zei vandaag misschien gewoon met 100 kilometer inkorten. Zou dat werken, Dylan? Ja, dan krijg je wel weer dat je meer ploegmaten gewoon overhoudt. Dus nee, ik denk niet dat dat een oplossing is. En dan krijg je weer de vraag van, moeten we dan de ploegen kleiner maken? Ja. Dat zou een optie kunnen zijn, denk ik, ja. Maar goed, hoeveel teams hebben afgelopen zondag de wedstrijd gecontroleerd? Dat waren de Sky Orca. Orca. Ja. Ook met twee geweest, denk ik, of zo. Ja. Het zijn natuurlijk ook gewoon een hoop ploegen die toch ook de kastanjes door anderen uit het vuur hebben laten halen. Voor de rest. Terwijl als je dat idee wat ik opperde, dat kwam vooral voor omdat je in bergetappes, nu is dat natuurlijk anders, maar dat ze dan altijd als de dood zijn voor die korte, tenminste ik denk dat jij daar wel over kunt meepraten, als het een korte bergetappe is, dat voor de tijdslimiet toch wel een stuk spannender is als je wat langer duurt. Ja, klopt, dan moet je toch iets langer blijven aanhaken. Ja, en dat is natuurlijk in de klassieker anders, want dan zit je niet met een tijdslimiet. Maar goed,
je probeert wat. Want zoals het nu is, dat zou de komende jaren natuurlijk niet zo heel veel leuker worden. Ja. Denk